Goedemiddag. We zijn hier op het protest voor de thuiszorg. En nu zijn hier allemaal standjes met politieke partijen, waaronder die van de PVV achter u. En u was daar gespreksleider. Ja, klopt. Kunt u iets vertellen over wat daar heeft plaatsgevonden? Ja, ik ben namens Advocaat daar gespreksleider geweest. We hebben PVV uitgenodigd om te vertellen wat zij te zeggen hebben over de zorg en tegen de bezuinigingen in de zorg. Er zijn een aantal goede vragen gekomen vanuit het publiek wat gaat PVV dan doen met de bezuinigingen. Een paar goede inhoudelijke vragen. Daar heeft Fleur Agema van de PVV antwoord proberen te geven. Maar de indruk in de zaal is ontstaan dat PVV inhoudelijk niet echt goed op de hoogte is van het zorgdossier. Wat ze wel aangeven is dat ze voor hun zorg tegen de bezuinigingen zullen stemmen. En tegen de bezuinigingen zullen zijn en ook een debat daarover zullen voeren. En we hopen dat dat ook gaat gebeuren. Oké, werd er ook een vraag gesteld over de PVV die heeft meebezuinigd tijdens Rutte 1? Ja, die vraag is gesteld. Er zijn 3 goede vragen. Dat was een heel mooi lijstje wat deze mevrouw heeft voorgedragen. Waarin stond het PVV bij Rutte 1 dus voor de bezuinigingen heeft gestemd. Dat hij ook mee heeft gedoogd. En zij, Fleur Agema van PVV, kon daar niet echt een antwoord op geven. Dus dat heeft ze ook niet gedaan. Helaas. Oké. Okay. Nu hebben wij dus straks een demonstratie gelopen voor de thuiszorg. Ja. Wat vond u een van de gave leuzen om te roepen? Heeft u ook eentje meegeroepen? Van de thuis Rutte. En op Rutte vind ik wel een hele mooie. Oké, dankjewel. Alsjeblieft.